Ja, zo een beetje lullig kijken, maar net als je zwaar hebt. Wat ging er door je heen toen je definitief hoorde dat je naar Rio zou gaan? Ja, ik was heel blij natuurlijk. Het was gewoon eindelijk gelukt. Al die trainingsuren, al die tijden dat ik altijd weg ben. Eindelijk werd het uitbetaald. Eindelijk dat ticket naar de Spelen toe. Heb je een idee waarom het toen niet lukte? Ja, ik werd toen verliezen in een partij die ik eigenlijk nooit verloren had. Ja, en toen was voor mij het toernooi voorbij, een droom voorbij. Ja. Wie heb je verslagen in Turkije? Eerst een S. Daarna heb ik een Noor verslagen en daarna een Turk. In het Hof van de Leeuw, dat was perfect. Ja. Had je gedacht dat je die partij zou winnen? Ja, ik wist van binnen dat ik gewoon van hem kon winnen, dus ook moest winnen. Maar ja, het is daar natuurlijk in Turkije tegen een Turk, dus dan moet je wel heel duidelijk laten zien dat je ook echt beter bent. En dat heb ik gedaan. Ja. En hoe ziet jouw weg naar Rio er nu uit? Heel veel trainen, vooral heel veel trainen, heel hard trainen. En er komen nog twee toernooien aan, twee kleine toernooitjes, gewoon als voorbereiding. En dan is het al bijna augustus. 28 juli vertrekken we. En als ik tot aan de finale kom, waar we voor gaan natuurlijk, dat is op 18 augustus. Dus 18 augustus, dan moet het echt gaan gebeuren. Ja, dan kan ik Olympisch kampioen worden. Ja. En dat zou natuurlijk helemaal een droom zijn. Ja, zeker. Dat zou wel het ultieme zijn natuurlijk. En we gaan er ook zeker voor. Op dit moment is het gewoon hard trainen om in de medailles te komen. En eenmaal in de medailles, dan wil ik ook het hoogst haalbare. Twee gelukkige Almeloers tegenover mij. Resmi Oging, Taekwondo kanon uit Almelo. En Peter Mullenberg, een bokskanon, ex-Almeloer. Inderdaad, ja. Ex-Almeloer. Ik ben nog steeds een Almeloer. Dus met andere woorden, jullie gaan het Almeloze belang vertegenwoordigen in Rio de Janeiro. Ja, we gaan allebei samen naar de Spelen en daar gaan we knallen. En dat betekent dus dat de Almeloze eer daar hoog gehouden moet worden? Ja, sowieso. Ik heb ook wel het gevoel en vertrouwen dat we daar wat neer gaan zetten. Is het toevallig dat jullie allebei je ticket verdienden in Turkije? Ja, ik denk dat dat zo gewoon zo is. Het is een toeval, denk ik. Maar allebei in Turkije gekwalificeerd, allebei uit Almelo. Ja, wie weet gaan we allebei in Rio een mooie plak halen. Vooraf nog naar Cuba op trainingskamp en daarna zal ik op 9 augustus naar Rio vliegen. En Peter? Ja, voor mij ook heel veel trainen natuurlijk. Ik krijg nog twee kleine toernooien, gewoon als voorbereiding. En dan is het ook inderdaad 28 juli. Ik zal alleen nog starten op het EK en die is voor mij op 22 mei in Zwitserland. En daarna ga ik starten in Rio. En eindelijk. Ja, inderdaad. Het was gewoon eindelijk. Het is zo lang dat we naartoe leven en al die trainingsuren en al die toernooien, al die trainingskampen. En nu moest het gebeuren en het gebeurt dan. Dus dan is er eindelijk dat gevoel van we hebben hem. Hoe is de publieke reactie nadat je de ticket had gehaald? Ja, immens. Veel berichtjes gehad. Er was best wel wat aandacht voor überhaupt en alleen maar blij mee. Terwijl taekwondo toch eigenlijk geen sport is die in Nederland erg leeft? Nee, het leeft nog niet, maar wellicht na de Spelen is daar meer hoop op. En bij jou, Peter, hoe waren jouw reacties? Ja, ook echt gigantisch veel. Ik heb voor mij nog steeds de helft niet kunnen beantwoorden. Het blijft doorlopen, nu nog. Ik ben super blij dat ze zo meeleeft natuurlijk. En hopelijk is dat ook voor, want boksen is ook niet zo'n heel grote sport in Nederland. Hopelijk dat het hierdoor toch weer een beetje gaat leven. Lang geleden dat er op de Olympische Spelen Nederlandse boksers waren. 24 jaar geleden. Laatst was die dan medailles pakte, Delibas en Van der Leijden. Dus dat betekent dat jij eigenlijk de eerste bent die er nu weer naartoe gaat? Ja, en ook daardoor is er natuurlijk zoveel berichten en kranten geven en zoveel mensen die eindelijk ook, die zelf dat ik zeg van eindelijk weer een bokser die naar Spelen gaat. Dus het is niet normaal. Goed, namens alle luisteraars en alle kijkers van AFM en alle inwoners van Almelo wensen we jullie ontzettend veel succes straks in Rio. Ja, dankjewel en tot snel. Dankjewel.